staat dat allemaal online en is het binnen 5 minuten gewoon via glasvezel is het gezonder. Dus dat is, voor ons heeft het ook de wereld veranderd. Erik, waarom glasvezel? Nou, ik zou het wel ik niet ben vragen, waarom ambassadeur? Waarom ambassadeur? Nou, ik word er vaak toch wel gebeld voor goede doel en zo. Ik doe ook wel heel veel dingen voor goede doel. Maar de laatste half jaar dacht ik weer eens, ik heb genoeg dingen gedaan de laatste jaren. Ik word hier net geen ambassadeur van. Doe maar even niks. Dat kan, hè? Ja, dat kan. En nu sta je hier. Nou, en ik had mijn dochter die kwam de tuin en rende papa, telefoontje. Ik zei dan, ja, is ambassadeur. Ik zei, ach, doe maar niet. Ik denk, ach, ja, hier heb je hem. Dus ik zo, ja, ouwe, ja nou ja, glasvezel buitengebied. Ik zei zo, ja. Ik denk, maar dat wil ik toch hebben. Ik denk, ik heb er weinig verstand van. En ben je veel te traag internet. Ik kom zelf niet uit dit is waar bij de loze glaswerk. Ik word ook op platte land. En ik heb weer wat en dan kijk over dat geld en zo. Want ja, maar ik las vandaag ook even zo'n ding. En dat kost dan 9,95. En dat was het zoals een beetje aan rekening. Als bij ons een tak uit de boom valt, dat kost mij bijna 300 euro, maar dat is een koolwegstuk. Er is altijd wel wat bij ons. Ik heb er 2 van die dochters. De ene is zo en de andere is zo. Nou, die hebben inmiddels allebei een telefoon. Als die weer thuis bent, dan kan ik wel stoppen met alles. Dan ga ik gras maken of zo, en dan kun je niks meer beginnen. Ik weet niet hoe dat hier is. Maar goed, ik ben gekeken. Maar als ik bij mijn moeder, ben, die heeft net zo'n laptop. En voor mijn moeder ging het allemaal te snel. Die vindt het allemaal heel snel gaan. Dan drukt hij iets op en dan gebeurt er ook al wat. En dan drukt hij op Philippe, moeder in wacht, maar dat vindt hij helemaal prima. Maar mijn moeder is 80. En mijn kinderen die vinden het allemaal zo lang duren. En ik zit er net weer tussenin. Maar ik vind het ook eigenlijk echt wel te lang duren. Dus eigenlijk is het gewoon de. Kijk, ik ben 1 keer net iets te traag geweest. Hè? Ben je dat af? Dat was. Ja, dat is ook wel lang geleden. Maar ik blijf toch niet helemaal even achtervolgen. Dat ik dacht van, had ik dat nou niet anders kunnen doen? En dat had misschien wel anders gekund. Ik hou er gewoon niet van. Vroeger had ik last van ADHD, dus ik moest allemaal snel. En toen ben ik, toen kwam die LSD in toch 1997 en toen was er een mooie boerderij gekomen op het platteland. Ik denk, daar ga ik naartoe. Ja, die woont er echt heerlijk. Maar, en dat meen ik ook oprecht, ja. Dat meen ik ook oprecht. Ik ken hem goed, hè? Die kent elkaar. Ik meen het ook oprecht. Het internet is gewoon kloon. Ja, en dan kunnen we zeggen, ja, maar dat komt toch wel. En het komt er ook vast. Ja. Zo denk ik ook. Ach, dat komt er wel. Als het weer de 40% niet haalt, ach, dan komen we toch wel een keer. Maar als ik dat zo hoor, dan is het toch vrij serieus. Dan ook, nou, dat is een type kantier. En dus ik doe in ieder geval wel met. Dus zo'n ambassadeur ben ik dan ook bij dat ik ook gewoon meedoen ga. Toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van, ik wil hier nu naar dit soort. Maar ik moet er wel een stukje wat van die informatie aan. En ik moest dan kijken wanneer als ik daar kom. Ik denk, nou, dit soort vind ik altijd mooi. Dit is waar, ja, kom ik wel niet. Dat vind ik wel gezellig. Ik denk, ik ga naar dit soort. Ook niet te dicht in de buurt, want ja, voor het BC weer was verkeers. Ik denk, toch wat mooi dat dit is voor. En toen ik hier naartoe reed, toen dacht ik van ja, dan ben je ambassadeur. En eigenlijk weet het helemaal niet zoveel vaak. En ik denk dat de meeste mensen hebben van, ik hoef ook alles niet te weten over dat hele internet. Maar als ik ergens op druk, moet het komen. En dat doet het niet. En dan moet ik met iemand bellen, omdat ik er te weinig verstand van heb, moet ik iemand bellen. En die zit dan een halve dag bij mij in de wederkast te trekken. En dat kost dan weer 200 euro. En dan denk ik, nou ja, maar nou heb ik het ook goed. Maar dan een maand later is het wel weer wat aan de knikken. En of die krijgen een andere laptop en dan doe je het weer iets mee. Het is voor altijd wel waar. En ik ben een hele rare ambassadeur. Dat zal ik u wel vertellen, maar 1 ding, er moet gewoon glas tussen komen. En toen ik achter in de zaal zat, toen dacht ik van, ik ga het eerst vragen die mensen die hier zitten, maar volgens mij is het een behoorlijk gemengd gezelschap. Ik ga het eerst vragen, wie doet er al mee, dat is net al gedaan. Maar wie zal er nou daar niet mee doen? Dat klopt iets niet, want iedereen die net een vinger niet. Al wie twijfelt er nou? Laat dat eens maar zeggen. Jij twijfelt. Yes. Nou, jij kan geweldig praten, vragen. Nou, dat wil ik zelf ook wel doen.
Kan weer dat koel, nu, binnen of weer. Waarom twijfel jij? Nee, dat zegt niks. Jongen, ik ben ook wel eens aangevallen. Helemaal niet aardig. Ja, maakt niet uit. Waarom twijfel je? Is het te duur of denk je van? Precies. Ja. Je wil zelf bepalen, maar dat kan zijn dat 239 euro later nog moet betalen. Ja, dat is jouw keus, ja. Zo'n jaar, je doet gewoon eigenlijk wel mee, hè? Ik mis jouw nieuwe ambassadeur bij. Hè, want, ja, nou, maar dat, ja, dat, maar dat, dat is wel een... Wie twijfelt nog meer? Ja, kan je niks zien, ik ben ambassadeur of ben je geen ambassadeur? Wat twijfel je? Nou, ik word nu gedwongen om kort termijn te beslissen of ik die niet wil hebben. Ik wil. Oh ja, dat is, ja. Ja, maar voor mij is net, maar ik zit hier. Ik ga bijvoorbeeld half mei op vakantie. Ik heb 1 uur terug, heb ik maar een week tijd, of 2 weken tijd, of ben ik tegen. Dat vind ik te kort, ik vind die koppeling. Dat was van eigenlijk. Ja, wie vindt het nog meer te snel? Dat ze zeggen, maar en het gaat daar allemaal te snel. Ik ben de eerste. Maar dat maakt niet uit. Maar dat geeft niet. Jongen, nee, maar. Wie doet er zeker mee? En wie heeft daar ook een goed verhaal voor? Jij? Nou, dat is met alle respect, ik ben toch wel met wat ietsjes wat op leeftijd, iets wat ouder. Nee, maar dat geeft helemaal niks. Maar wat is de. Nou, een van de verwijzingen zo komt, en daar ben ik jaren. Ja. En dat bevalt prima. Dat is zo'n. Firma. Nog 1 keer de naam? Zolderkom. Ik denk dat jij mijn vraag is bereikt. Nou, ik kijk wie wil maar naar jou kijken. En dat is ook een ambassadeur. Hè. Dus kijk, als ik man misschien in deze vraag kom, dan zullen ze me zeggen: hé, Erik, ik ben ambassadeur, hè? Van een glaswisselende buiten. En die zegt: ja, nou, en hoe zit dat nou precies? Dus ik: ja. Geen idee. Ja, en dan kun je wel lachen, maar ik voel me daar niet uitgelachen. Toen ik hier naartoe reed ook, ik denk dat heel veel mensen gewoon denken, ik moet dat kabeltje in mijn middenkast hebben. En meer hoef ik ook niet te weten. Toch? Wie denkt dat eigenlijk net zoals mij? Of, ja, ik heb niet altijd hoog niveau, maar ik denk dat de meeste zo wat denkt. Als dat kabeltje er maar is, dan is dat goed. En waar je dan naartoe gaat, ja, zit daar veel verschil in? Zit daar veel verschil in kwaliteit? Oh ja. Nou, dat weer. En dan moet ik kiezen terwijl dat ik niet deed. Ja, maar wat is, wie is de beste dan? Ja. Ja, maar zeg maar, ik kom hem naar u toe. Nee, dit is een lastig ding, ik snap dat ook wel, maar wat zou je nou aanraden? Kun je ook niet zeggen. Nou ja, wat we geprobeerd hebben is duidelijk te maken dat je voor jezelf goed bepaalt wat je wil. En dat is altijd een partij die er goed bij past. Alleen, dat moet je wel zo kiezen. Hey, hulp bij, ik wil hulp bij krijgen. Dat zijn de dealers, dat zijn de buren, dat is iedereen in de omgeving die er een beetje verstand van heeft. Nou, die kan je zeker helpen in de keur. Oké, okay. Dus jij kunt er dan niks zeggen? Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Nou, op weer is, ik ging van een typisch geleden op winterspaar. Ik had maar 10 minuten, hè? Ja, toen ik net een boot had, dacht ik van, dat kreeg ik nooit vol in 10 minuten. Maar dan valt dat best wel wat mee, moet ik zeggen. Nou, ik ging voor een tijdje geleden op winterspaar. Toen zei mijn dochter van, papa. Of Erik zelf niet. Ik zei, hoe papa zijn? Nee, ik zei Erik. En Erik, heb ik ook muziek in de auto, maar als de grens overgehouden, dan is het vaak, ja, weet je wel? En ik hou er nog een beetje van jammers en zo en dat en weet je wel? En Marco Pesaro ook wel hoor. Een beetje Nederlandstalig en dat heb je in Duitsland natuurlijk niet, in Oostenrijk gaan. Dus ik denk, ik ga even wat downloaden op zo'n USB-stick. Die doet er wel eens vaker in het buitengebied. Dat wil niet. Dat gaat niet. Dus dan moet ik eigenlijk naar mijn neefje toe. En dan zei ik, nou, zeg dat album er maar op. Vroet. Het album vroet. En denk ik, dit is toch prachtig. En mijn neefje wordt gewoon in Fransberg. Is helemaal niet zo'n groot plaats meer. Maar dat gaat snel. En dan ligt het ook sinds een jaar of zo, 2 jaar. Dus ik heb een ander. Ja, ik spreek van een hartentaal, maar nu hè. Ik heb een ander neefje die woont in het buitengebied bij zijn vader en moeder. Nou, geen naam noemen verder. Die is gewoon naar het centrum van Gransberg verhuisd, omdat ze daar snel internet hebben. Ja, die kunt niet zonder.
Het is niet anders. Ik weet wel, moet je anders deur dan, of niet? Ja, kom ik nou wel, ja. Jongens, ik zou zeggen, dat moest gewoon gebeuren. Anders laat ik zelf eens een gul graven. Nee, dat kan niet anders, ik moet zo'n dingen. Dus, de Kees, jij ook? Ja, oh, jij hebt dat. Dat is een nadeel van kindergebied, hè? Het is wel mooi rustig altijd, maar het is wel heel erg rustig. Ook op het internet, duurt dan zo vrij lang. Ja, als je niet op terugkomt en zegt, ik ben gisteren naast geweest, ik zal een filmpje opzoeken op YouTube. Zeg, ik begin in het begin niet, dan kom ik bijna niet door. Nou, zo erg is het ook niet, maar om een rotte klok van 5, 6 uur zijn alle buren er weer. Maar er zijn er 12, toch. Ze vinden volgens mij de hele kabel leert bij ons. Dus, zijn we 10 minuten vol? Dat moet ik weggeslagen langs de deur. Maar jongens, maak er wat moois van en het moet sneller, want te traag. Ik heb er ervaring mee, ik blijf heel leer naar achtervolgen. Dank u wel.